250 deelnemers zijn er nog een paar aan het lopen. Maar het is echt goed verlopen. Geen EHBO-uitrukkingen. Mensen zijn enthousiast. Geven wel wat tips, maar dat is altijd welkom. Maar voornamelijk positieve blikken, positieve dingen die ze zeggen. En ook dat we het zeker volgend jaar nog een keer moeten gaan doen. Dus dat gaan we vast in onze agenda, gaan we dat weer schrijven voor volgend jaar. Ja, maar dat kan het beamen. Ik hoor onderweg ook alleen maar waar mooi parcours, mooie hindernissen, noem maar op. Nou, heel fijn. Ja, daar zijn we alleen maar blij mee. Het is natuurlijk ons eerste jaar. Dus dat is, het is wennen. We zijn met een relatief kleine groep, zijn we. Ja, je moet alles moet je opbouwen. En dat hebben we toch met z'n allen hebben we dat geflikt. En als mensen dan toch zo positief zijn, ja, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Het was echt een fun run. Het ging niet om tijden. Gewoon lekker meedoen is belangrijker dan winnen. Klopt. En dat hebben we ook goed gedaan. En ik heb ook gehoord dat mensen zeggen, het is echt voor de familie, is het echt leuk om te doen. En inderdaad niet op tijd. En het is alleen maar goed gegaan. Dus ik ben nog steeds in een roesje zelf ook. Ja, ja. Je hebt zelf niet meegelopen. Gelukkig niet. Maar je bent wel een ervaren obstacle runner. Ja, sinds vorig jaar heb ik een aantal runnen zelf gelopen. En vanuit daar is het idee ontstaan. Eigenlijk een beetje op een avondje waar wat biertjes bij kwamen kijken. En daar is het ontstaan en we hebben het uitgevoerd. En alle obstakels zijn geïnspireerd op andere obstakelruns in de omgeving. En zo hebben we het samengesteld. En onze Yvonne Hoekman die heeft het parcours gedaan hier in het bos. En samen is het een succes geworden. Ja, en de medewerking van iedereen gehad. Hè? Ik zie de brandweer. Ja, de brandweer die heeft geholpen. Super veel sponsoren. Zowel gewoon dat ze geld willen sponsoren, maar ook materialen. Dus Omme heeft het ons wat dat betreft ook makkelijk gemaakt. We hopen natuurlijk nog wel weer op meer sponsoren. Maar zonder hun waren we er niet. En ook de vrijwilligers. We hebben heel veel vrijwilligers hebben we dit jaar. Zo'n 60 à 70 mensen. En ook vandaag nog mensen die gewoon binnen zijn komen lopen. Die wilden helpen. Ja, dat is alleen maar top. Kids die riepen inderdaad 5 kilometer. De volwassen 8 kilometer. Welk obstakel ga je zelf straks nog even doen? Die hierachter staat, dat is een luchtkussen. Die staat me de hele dag en gisteren ook al aan te kijken. Dus ik ga er straks nog wel even overheen.
De andere obstakels ga ik me niet aanwagen op dit moment. Je wil niet, morgen. Je wil niet smerig worden? Ik wil niet smerig worden. Nee. Nee, zeker. We'll be right back.
Het wiffel niet tegen. Mooie afstand, mooie obstakels, mooi team. Ja, mooi, mooi team. Maar wat is het belangrijkste? Obstakels, het team, het weer? Alles bij elkaar, uiteindelijk. Ja, als team het doen, dat is eigenlijk het mooiste. En ja, we hebben in Hattem een keer iets dergelijks gedaan. En nu dachten we, nou, we gaan eens een keer naar Ommen toe. Dus jullie komen hier niet weg? Nee, we komen uit de buurt van Heerde. Daar ook gelopen, in verschil met hier? Ja, daar gingen we echt door wijken heen, in de Zieterrein, grachten. En hier is dus meer een bosstukje. Ja, lijkt me een mooi parcours. Ja, de afwisseling is leuk. We vonden het leuk om nu een keer een stukje bos te pakken. En zie je wat van de omgeving. Door de sloot heen. Ja, dat lange waarde door die sloot. Ja, lekker wel ruikende sloot. Een beetje helpen op de hindernissen? Ook. Ja, je moedigt elkaar aan. Hè. Het is samen huis, samen thuis. Dus sommigen hebben een voordeel als ze wat langer zijn. Soms heb je een voordeel als je wat kleiner bent. Ja, ik zie geen horloges om, dus je hebt niet op tijd gedaan. Nee, zeker niet. Nee. Meedoen is belangrijker dan winnen in dit geval. Echte fun run. Absoluut. En als je volgend jaar weer op de kalender staat? Dan kijken we of we weer een team bij elkaar kunnen krijgen. Want hoe groot was jullie team? Ik geloof 11, geloof ik. En allemaal samen ooit, samen gefinished? Ja, zeker. Dat is de... Anders, we laten niemand achter.